Wat gebeurt er als je 24 uur een VR-bril op je hoofd hebt? Word je ziek? Krijg je koppijn? Of wil je stiekem nooit meer terug naar de echte wereld? Ik ga erachter komen. Vanaf nu. De eerste anderhalf uur was ik vooral bezig met het uitvogelen van hoe het allemaal werkte, maar al snel speelde ik mijn eerste spelletje. Ik krijg helemaal stress van dit! Oh ja, er zijn twee regels. 1. Ik mag gedurende de 24 uur mijn bril niet afzetten. Behalve als ik moet wisselen van bril in verband met de batterij. 2. Als ik regel 1 doorbreek, komt er automatisch 24 uur bij. En geen zorgen jongens, ik heb een heel strenge scheidsrechter geregeld. Ik heb voor dit avontuur niks voorbereid, want het leek me het leukst als jullie samen met mij gaandeweg ontdekken wat er allemaal mogelijk is in dit virtuele paradijs. Yes, ik ben aan het klimmen. Ja, hier vond ik het nog allemaal leuk, maar het bleek toch zwaarder dan gedacht. Dus blijf vooral kijken. Oh ja, aan het eind van deze video beoordeel ik de VR-wereld in 5 categorieën. 1. Sociaal. Wat een toeval dat ik jou hier tref, mafkees. 2. Fysiek. Ik heb een Apple Watch omgedaan die bijhoudt hoeveel ik beweeg. Gesloopt. 3. Mentaal. Krijg ik koppijn van deze shit? 4. Plezier. Hoe leuk is het nou eigenlijk? 5. Heimwee. Krijg ik heimwee naar de echte fysieke wereld? Of het tegenovergestelde? Wil ik de metaverse misschien wel helemaal nooit meer verlaten? We gaan erachter komen. Maak een avatar die op jou lijkt. Ja. Ah, dit ben ik, yes! Al vrij snel belandde ik in een soort open wereld, waar virtuele poppetjes de hele dag een beetje met elkaar praten en zo. Hey! Het was eigenlijk gewoon best wel gezellig. Geef me een hand. En af en toe minder gezellig. Ben je kaulo Nederlands met je ganu? Ja, homo. Hey. Dat is geen goed woord, broski. Even later ontmoette ik een speciale dame. What's up? Nice to meet you. Ooh, I'm fine. Are you from Germany? I'm from the cursed country, you know. Oh, you're from Russia? I hope no, you won't kill me. I won't kill you, I'm okay. I always wanted a Russian girlfriend. Well, I'm married, you know. We can be married in the metaverse. Hey, you're inside of my girlfriend. Go away! Well, you're so protective, you know. Si Signora was de eerste persoon in VR die een fatsoenlijk gesprek met me kon aangaan. En aangezien iedereen in VR zomaar kan verdwijnen, deed ik een extreem impulsieve actie. I know we just met, but do you want to marry me? Okay. Yes! You're all invited to the wedding. Now it's my wife. Hey bro, Mike, luister dan, ze is toch verliefd op mij geworden, mafkees. Doe normaal, rot op mijn baby Yoda, tief ophouden. I will take care of everything, baby. You just relax, you're my wife. Tomorrow 2 p.m. Small wedding. Okay, I'm nervous, you know. I'm also nervous. It means a lot to me too. It's a life decision. Si Signora en ik begonnen naar elkaar toe te groeien. I'm so glad. Oh, I love you too. Maar kort daarna gebeurde het ergst denkbare. Oh nee! Fuck, de VR-bril is vastgelopen. Toen ik hierna weer online kwam, was mijn verloofde offline. Wat in VR gelijk staat aan... Over 17 uur hadden we afgesproken om te trouwen, maar misschien komt ze wel helemaal nooit opdagen. Ondanks deze onzekerheid zocht ik alvast naar een gepaste trouwlocatie. Dit is niet helemaal hoe dit... Nee, we zoeken even een ander. Wow, yo! Dit is koulo mooi gedaan. Nee, dit kan niet. Straks valt mijn vrouwtje naar beneden, weet je wel. Perfect, hier, de ringen liggen gewoon klaar. Okay, homie, ga trouwen. Spannend moment in je VR-leven, maar je kan het, bro. Dit is de perfecte locatie. Toen gebeurde er iets heel bizars. Ik wist niet dat het mogelijk was, maar ik liep letterlijk een bekende tegen het lijf. In VR. Namelijk mijn YouTube-vriend Daryl, die toevallig ook een VR-video aan het opnemen was. Hé, wat een toeval dat ik jou hier tref, mafkees. We zijn waarschijnlijk hetzelfde YouTube-filmpje aan het maken. Ja, dat denk ik ook. Ja, alsof je... Is dat Calvijn van Calvijn, of niet? Ja, Coca-Cola killer. Serieus? Kom ik nou 2 bekende YouTubers tegen in... Jij hebt echt geluk vandaag, hè? Maar tering toevallig, hey, kijk... Je zit me niet te pranken hier, hè, allebei, even serieus. Waarom zouden we jou pranken? Ik weet niet eens wie je bent, joh. Nee. Maar ik moest mijn missie niet vergeten. Dus vroeg ik Daryl of hij de pastoor wilde zijn op mijn VR-bruiloft. Oké, is goed. Ik nam nog even snel een selfie met mijn 2 nieuwe beste VR-vrienden. Kom op die koulo selfie. Ben my best friend. En besloot even een ander spelletje te spelen. Dope. Koulo pro. Ik kreeg weer ruzie met iemand. What do you call me? Why you call me bitch? I'm not a bitch. Bro. You are a bitch. Ik repareerde even het International Space Station. Hallo, heavy. Als ik ergens van ga kotsen, dan is dit het wel. En ik speelde tafeltennis tegen een random Fransman genaamd Simon. I don't like you, Frenchman. Oh. I'm a rock climber too. Rock climber? Yeah. Hey, you rock, man.
En uiteindelijk belandde ik in het raarste VR-spel wat ik tot dan toe had gespeeld. Drunken Bar Fight. What's up, Johnny's? What's up, baby? Bereid je voor, mensen. Dit is Kaolo Raar. So how does this work? We just punch the shit out of them? That's how it works? That's right, that's right. Voordat ik het wist, begon het nogal uit de hand te lopen. Oh, shit, boy! Oh, this is a woman. I'm not punching a woman. Punch the fucking woman. Oh, this is what you get for not being my Valentine! Ja. Van deze nogal absurdistische ervaring had ik honger gekregen. Dus at ik een pizza. In de Alpen! Na het eten bracht ik wat tijd door met mijn nieuwe Hollandse vrienden. We speelden Among Us. Waarom is Kelvin er zo goed in? Daarna werd het eigenlijk alleen nog maar raarder. Toen kwam de politie naar ons toe en hebben we een fucking boete voor wildplassen gekregen. Moet je zeggen dat je aan het aftrekken bent, dan is de boete minder hoog. Mm-hmm. Ik had tot nu toe vooral veel lopen lullen met mensen, dus was het tijd voor wat actie. Hey! Kom dan! Knocky boy! Inmiddels wist ik niet meer hoeveel geld ik had uitgegeven aan domme spellen. Maar hey, het was fucking veel te leuk, joh! Take my money! Dan jagen hem gewoon even voor zijn jacko hier. Dat dacht ik, joh. Godverdomme! Hij gaat zo'n lekker balletje te slaan, joh, hey. Ik sta hier gewoon op de green. Snap je? Dat is... Ach man, houd toch je bek. Toen realiseerde ik me dat ik nog helemaal niet veel mensen had uitgenodigd voor mijn bruiloft. Daar moest verandering in komen. I'm getting married tomorrow in the metaverse. You're invited. Yeah, hell yeah. I'm gonna invite you tomorrow, okay? So you guys are invited. Ik begon moe te worden. Slap. Futloos. En wat doe je op zo'n moment? Inderdaad. Chill in een pretpark met een random Amerikaans kind. Let's go! Calvin, wait, what's yo, what's up? Calvide. Ik ga mijn eerste prank in VR ooit doen. Oh no, I'm throwing up. Oh god. Oh no. Wait, are you actually throwing up? I'm sorry. Geprankt! Toen was het toch echt tijd om te gaan slapen. Trouwens, als deze video 50.000 likes haalt, dan ga ik nog een keer in VR, maar dan 100 uur. Iets meer dan 4 dagen. Dus like die koude video. Ja, wat geloof me, er is nog veel meer in VR waar ik in deze video geen tijd voor heb gehad. Dus like de video. Ik deed even een korte meditatiesessie om rustig te worden. En zocht vervolgens een mooie hemel om onder te slapen. Wow, ik slaap onder sterren, jongens, vannacht. Wat rust allemaal. En hoe raar het ook klinkt, voelde het echt alsof ik onder een sterrenhemel in slaap viel. Ik voelde me serieus connected met de natuur. Terwijl ik gewoon lag te tukken in een groene studio. What the fuck, hé? Ik had kut geslapen. Niet door de bril, dat ging eigenlijk best prima. Maar door mijn luchtbed, die lek was. Ja, lekker. Het was tijd voor mijn VR-ochtendroutine. Yeah! Energy, let's go! Beetje yoga. Genoeg yoga voor vandaag, dankjewel. En tot slot chillde ik in het Anne Frankhuis. Ik doe letterlijk nu die kast open. Over anderhalf uur zal ik erachter komen of mijn verloofde si signora komt opdagen bij de bruiloft. Hodok, je komt van ver. Over anderhalf uur ga jij ja-woord geven. Dit wordt de mooiste dag van je leven! Na deze krachtige pep talk zag ik iets verschrikkelijks. Niemand van mijn vrienden was online. What the fuck? De bruiloft is al over anderhalf uur. Ik had met ze afgesproken dat ze aanwezig zouden zijn op de bruiloft. Wat moet ik si signora nou vertellen als er niemand op onze bruiloft komt opdagen? Mocht trouwens afvragen wat ik de hele tijd al drink. Charlie's, best drink in the world. We krijgen bij Albert Heijn, andere winkels, maar vooral Albert Heijn. Ook een beetje Jumbo, maar ook gewoon Albert Heijn. Check gewoon bij het water. Het is geen frisdrank, oké? Dus als je bij de frisdrank gaat kijken, vind je het niet. Water. No one's even fucking listening to you. Shut the fuck up, child. Yo, calm down, baby boy! Ik kon nog maar één ding doen. Ik moest mensen vinden die op mijn bruiloft wilden komen. Dus nodigde ik letterlijk iedereen uit die ik tegenkwam. Four pickles. I'm getting married in 1 hour. You're invited as well. Congratulations. I'll see you in 1 hour, okay? See you in 1 hour. Ik ga over een uur trouwen met mijn Russische VR-vrouw. Je bent uitgenodigd. Oh yes, man. Maar moet ik met vodka komen of is dat een belediging? Voor ik het wist waren er ruim 20 man aanwezig. Maar het was nog maar de vraag of mijn verloofde zou komen opdagen. 20 uur geleden had ik haar voor het laatst gesproken. En wie weet was ze me al lang weer vergeten. De belangrijkste vraag, is je wifi er ook? Ik ga even kijken of ze online is. Wajo, ze is niet online, hè. We hebben nog 9 minuten. Shit. Oh, nee, dat moet je echt niet hebben, man. En terwijl ik samen met al deze mensen wacht op mijn bruid, lijkt het me tijd voor het eindoordeel. VR is sociaal.
heel sociaal. Ik heb in 24 uur zo ongelooflijk veel nieuwe mensen ontmoet. En ook al weet ik niet hoe ze er allemaal in het echt uitzien, heb ik toch het idee dat ik een band met ze heb opgebouwd. I'm adding you as a friend, okay? I'll friend you too. Daarnaast is het fysiek als de neten. Ik heb in deze 24 uur meer dan 800 calorieën verbrand. Je bent de hele fucking tijd in beweging, joh. Niet normaal gek. Mentaal is het allemaal wat minder prettig. Ik heb meerdere keren koppijn gehad en het is dat ik niet snel misselijk word. Maar voor mensen met een zwakke maag is dit denk ik geen pretje. Als ik ergens van ga kotsen, dan is dit het wel. Ga weg! Ondertussen begonnen de mensen wat onrustig te worden. Ik probeerde nog wat tijd te rekken, maar begon eerlijk gezegd zelf ook de hoop te verliezen. Okay, everybody, just relax. She's gonna be here any minute. Ik checkte nog één keer of Si Signora online was. En toen... Ja, she's online! Yeah, baby! Ongelooflijk, ze is online! Zou het dan toch goed komen? Plezier. Of ik plezier heb gehad? Kijk dit even, joh. Daar is ze! Ze is er! You are here! You made it! Wow, so many people. Everybody take a seat. You've got this, dude. First time I saw you, I knew you were my wife. I love you. And Kelvin, are you willing to accept Si Signora as your girl? Yes. Si Signora, are you willing to accept yes. Kelvin as your boy? Yes. Alright, then we can now... Toman! Shut the fuck up! I'm getting married! May you kiss the brides. Woo! Yeah! Shoot the fireworks! Shit, wait, that's good, that is. Beautiful. Dude, you better get her in the bed tonight. Yo, man. En dan als laatste, heimwee. Wil ik terug naar de echte wereld? Of vind ik het eigenlijk wel prima hier in de metaverse? Als je 24 uur in een digitale wereld zit, realiseer je pas hoe bijzonder onze echte planeet is. Ik kan met zekerheid zeggen dat ik niet kan wachten om de echte wereld weer met mijn eigen ogen te kunnen aanschouwen. Daar gaan we. Ja. Ja. Thanks. Oh joh, ik ben zwaar gemist, hé. Yo, ja, ik reageer later even. Ik was even, ja.